Het nieuwe park in Voorburg is zo'n 500 meter lang en 20 meter breed. Het watersportpark heeft veel waterpartijen, wandelpaden en bruggetjes, maar ook een stadstuin en fitnesstoestellen. Toch is het park niet alleen bedoeld voor recreatie. De vijvers in het park voorzien ook in waterberging. Deze polder heeft een flink bergingstekort. En als echt een heel heftige bui komt, dus dan heb je het over 60 tot 100 mm in 48 uur, ja, dan staan de straten blank en dan kan het soms bij huizen naar binnen lopen. Dus behalve dat dit een gezellig park is, heeft het eigenlijk een dubbele functie? Ja, absoluut. Maar we proberen wel die waterfunctie echt te combineren met gebruikswaarde. Dus niet zozeer alleen berging, maar wel dat je het kan beleven. En dat beleven kan ook bovenop een aangelegde uitzichtheuvel in het park. En daar komen we ook de landschapsarchitect van het park tegen, gekleed in legeruniform uit de tijd van Napoleon. En dat heeft een reden. Ja, dat heeft alles te maken met het ontwerp van het park hier. Wat het verhaal vertelt van de dierentuin van de Prinsen van Oranje die hier lag. En we hebben de olifanten in de waterpartijen ook gevisualiseerd. En die dierentuin is door Napoleon Bonaparte gestolen. De dieren die zijn in triomf naar Parijs vervoerd. En heeft een van de olifanten nog 18 jaar geleefd. De meeste omwonenden lijken blij te zijn met hun nieuw aangelegde park. Ja, het is best wel mooi. Dus kunstwerken. En je kan inderdaad lekker naar boven lopen. Het is jammer dat je niet met de honden naar boven mag. Dat is wel even jammer, maar ja. Maar voor de rest is het best wel een mooi park hoor. Het ziet er echt veel beter uit. Goed onderhouden. En heel veilig ook. En veel water. En veel water. Maar gelukkig heb ik zwemdiploma.